Maurice, vandaag een 0-0 tegen RKC. In ieder geval de ongeslagen status in 2023 behouden. Maar ik denk toch ook voor het eerst een tegenstander die zich gewoon compleet instelt op jullie. Ja, dat is ook de nieuwe realiteit. Je ziet dat er ontzag is voor mijn ploeg, dat er respect is. En RKC normaal een ploeg die ook voor de aanval gaat. En veel creativiteit heeft in de ploeg. En waar we van tevoren ook zijn, de geduchte tegenstander. Ik denk dat die ploegen, dat zei ik ook in de heenwedstrijd, niet zoveel voor elkaar onderdoen. Maar zij hebben de eerste helft eigenlijk alleen maar tegengehouden, alleen maar achteruit gelopen. Ja, en dan wordt er van ons toch iets anders verwacht. Ja, ik had ook een beetje het gevoel dat er bij hun een soort tactische gedachte was van oké, wij zijn dit weekend vrij geweest. Sparta heeft gewoon gespeeld, die zullen vermoeid zijn, dus dan laten we hun maar het werk doen, zodat wij uiteindelijk kunnen toeslaan. Ja, dat kan, dat weet ik niet. Ik had het juist anders gedaan. Ik had juist, als ik weet dat een tegenstander zware week heeft, hè, want de week daarvoor ook dubbelprogramma met 2 keer PSV. Nou, nu uit op het zware, moeizame kunstgras van Kambuur. Ja, dan denk ik dat, dan had ik het denk andersom gedaan. Dan had ik proberen de tegenstander beter te pakken. Maar ander verhaal ineens. En dan moet je zelf het spel heel erg creëren. Nou, ik vond dat we dat niet goed deden. Ik vond dat het een te laag baltempo was. Soms moet je ook gewoon dan proberen een keer opportunistisch spelen. Je hebt een grote spits, je hebt veel lopende mensen. Je hebt ook individuele acties nodig. Dus wat dat betreft was het jammer dat Koki Saito eraf moest. Want dat is iemand die mensen uit kan spelen. Maar goed, uiteindelijk denk ik ook dat we in de eerste helft nog de grootste kans hebben gehad. Maar met name met schoten. Ja, want wat mij ook opviel. Ik dacht, ja, jullie spelen nu tegen de tegenstander met 5 man achterop. Eerste helft tegen RKC daar in Waalwijk speelden jullie van de kastje naar de muur. Nu hebben jullie de grootst mogelijke moeite. Waar zit dat verschil in? Nou, dat zit er voornamelijk in dat zij het gewoon mega klein maakten. Zij speelden echt 5-4-1 en eigenlijk zelfs zonder spits. Want zowel Seuntjes als Bellasani zijn eigenlijk gewoon middenvelders. Dus zij maakten de ruimte zo klein. En dat was heel moeilijk doorheen te voetballen. En dat was wel het verschil met de uitwedstrijd. Aan de andere kant breekt er dan voor jou ook iets anders aan, een ander facet aan het trainingsvak. Want jij moet je weer in gaan stellen op een tegenstander die zich gaat instellen op jou. Ja, dat is ook weer een andere dimensie. Wie had dat gedacht, hè? Dat bij Sparta dat we zelf zo ver zouden krijgen. Maar goed, daar moet je mee omgaan. En elke wedstrijd is weer anders. Ik verwacht aanstaande zaterdag ook weer een totaal andere wedstrijd. Maar goed, wij hadden dit ook niet verwacht dat zij zich zo zouden ingraven. Nee, dan speel je uiteindelijk met 0-0 gelijk. Dan zou je kunnen zeggen, misschien tevreden tegen zo'n soort tegenstander. Nou, over het algemeen dan wel. Want je zag ook dat, tenminste dat zagen wij, ik moest eigenlijk Namli te vroeg brengen. Ik moest eigenlijk de Guzman, die misschien maar 20, 25 minuutjes, moest ik iets te vroeg brengen. En Laurensen niet meer fit, Sambo niet, vond ik niet goed, maar ook niet helemaal fris. Adil liep op zijn laatste benen, Meijn Hansen liep op zijn laatste benen. Dus je zag de krachten wegvloeien en ja, dan ben ik wel heel beducht voor de kwaliteiten van RKC, die ook nog eens 2 spitsen erbij gingen gooien. Ja, dan is het punt koesteren, omdat er gezien het fysieke gesteldheid van de ploeg er niet meer in zat. Nou, nu een heel druk programma. Dan vallen er vandaag ook nog 2 man uit. Saito en Van Krooy. Hoe is het met hun? Ja, dat weet ik niet. Moeten we afwachten. Saito, dat lijkt niet zo goed natuurlijk als je hamstringklachten krijgt. En Vito was natuurlijk een ongelukkige botsing met Sven. Dus ik hoop dat dat ook meevalt. Maar goed, ja, die moesten we ook wisselen. Iemand die een goal kan maken. Dus het was op het laatste, leek het wel een uitzending van Mesh. Dus, maar goed, dan nog ben ik heel blij met dit punt. En wederom een clean sheet voor het hele ploeg.